Hoi, ik ben Ilona en vandaag is het tweede paasdag. Ook in Zweden trouwens. Dat vond ik wel leuk. Iemand had een reactie achtergelaten dat ze in Zweden blijkbaar ook twee paasdagen hebben. In ieder geval, vandaag is het maandag 10 april 2023. Nog een fijne Pasen. Toegewenst voor degenen die nog een tweede paasdag hebben. Zoals in Nederland. En ik wilde eigenlijk gewoon even kort kijken naar wat dingen die ik tegen ben gekomen. Ten eerste, en dat vond ik heel interessant, dit gaat dan over, dit komt van Stormrider vandaan. Ik deel natuurlijk best wel vaak berichten van hem. Ik heb het idee dat hij best wel informatie heeft die interessant is. Kijk altijd of het goed voelt of niet. Hij heeft een iets andere tijdlijn dan ik zelf in gedachten heb. Maar goed, we wachten gewoon even af. Hij heeft daarbij wel altijd informatie van, denk ik, oh, het resoneert in ieder geval op een bepaald niveau. Niet alles, maar wel stukken dat ik denk, hey, dit ging eigenlijk over de vertrouwelijke papieren die zijn gelekt. En dat is dan vanuit het Pentagon. En die proberen nu Telegram en Twitter te raken. Daarom hebben ze het ook bewust laten lekken, zodat ze dat tegen deze bedrijven kunnen gaan gebruiken. Ze willen eigenlijk dat er wetgeving komt. En ik denk sowieso, staat er ook in de berichten van Stormrider, dat dat ook al ingecalculeerd is door een andere groep, zodat het uiteindelijk niet gaat gebeuren. Maar nu liggen natuurlijk wel deze papieren op straat. Dat is wel heel interessant, want daarin blijkt dus dat het helemaal niet zo goed gaat in de Oekraïne qua oorlog en qua oorlogsvoering. Ja goed, dat wisten we eigenlijk al, maar het is toch altijd leuk om dat als een soort bevestiging te krijgen. De volgende bericht van Stormrider vond ik trouwens heel erg interessant. En dat gaat ook over het verzet in Frankrijk. En dat daar ook geïnfiltreerd is door voormalige soldaten in de politie. Om dan uiteindelijk daarmee ook dingen naar buiten te brengen. Over Macron en natuurlijk over de cabal, de deep state die daar zit. De Franse politie bereidt zich voor om wegen naar de grote steden af te sluiten. En alleen vrijheidsstrijders, boeren en andere fracties van groepen die geïnteresseerd zijn in het omverwerpen van de Franse regering via de politieblokkade toe te laten. Dus dan is van alles aan de gang. De eerste golf van de burgerlijke onrust en de EU-burgers die hun regeringspolitici en militaire corruptie confronteren, begint een sterk front in Frankrijk en leidt vervolgens naar Nederland, die een enorme massieve, of tenminste massale, offensief zal gaan opstarten. Ben heel benieuwd. Daarna naar Duitsland, Spanje, Polen. En dat zal dan waarschijnlijk door heel Europa heen gaan. Maar wij worden dus ook genoemd als Nederland. Ik ben heel benieuwd. En de golf van zeg maar onrusten zal dan in juni waarschijnlijk in Amerika zich voorbereiden. Hij noemt ook in Israël dat daar natuurlijk ook heel veel gebeurt. Het is natuurlijk afwachten. Maar ik denk wel dat er een heleboel mensen in Nederland volledig klaar zijn met dit hele gedoe en met de hele regering. Hoe zich dat precies zal uiten hier in Nederland zou waarschijnlijk toch anders zijn dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar er echt massaal overal worden opgestaan. Maar goed, je krijgt er natuurlijk ook dat ook gebruikt weer kan worden door het duister. Er zitten natuurlijk echt twee groepen bovenop. Maar goed, ik vond het wel interessant dat daar ook in geïnfiltreerd is, in ieder geval in de politie waarschijnlijk in Frankrijk, dat er ook dingen opgestart kunnen worden vanuit de andere kant. Dus dat is even afwachten. Deze video wilde ik trouwens gaan kijken naar Taiwan en China, wat daar aan de hand is. Nou, volgens mij is wat er had moeten gebeuren al lang al gebeurd. Een tijd geleden waren er ook allerlei aardbevingen in Taiwan op een bepaalde hoogte. En dat kan natuurlijk wel verschillen, maar het is wel heel interessant dat dat een tijd geleden veel voorkwam. Voor mijn gevoel is dat dan weer een opruiming. Maar ik ga gewoon even kijken wat de energie is. Het kan dat het nu eindelijk publiekelijk naar buiten gaat komen, want Taiwan zal ook weer teruggaan naar China. Dat is tenminste uiteindelijk de bedoeling. We gaan kijken wat de energie is. Jawel, daar hebben we de Ridder van Staaf al. Twee van Bekers als centrale kaart. Hoge priesteres. Oh, dat is best wel interessant. We hebben de Aas van Pentakels. Dus ja, het is eigenlijk al gebeurd. De zon in de nabije toekomst. En de twee van staven. Dus eigenlijk wat mijn gevoel ook is, dit is vaak altijd een ja. Mijn gevoel is dat eigenlijk alles al daar gebeurd is met Taiwan en China. Maar dat het nog naar buiten gebracht moet worden. En dat de witte hoeden daar gewoon achter zitten. En dat echt
op een bepaalde manier naar buiten gaan brengen, zodat het minste onrust zal veroorzaken. Dat is mijn gevoel daarbij. Dit gaat ook om heling. Dit gaat ook weer alles in orde brengen. Zeker met de zon ook. Waarschijnlijk is er ook heel veel gebeurd op dat gebied qua met kinderen en zo, zoals ik al aangegeven heb. Tijd geleden waren er veel aardbevingen in dat gebied. Maar het zal nog even duren voordat het echt naar buiten gaat komen wat daar nu allemaal precies gebeurd is. Of dat er in ieder geval publiekelijk bekend wordt. Of misschien dat ze dan het, ja, dat deel van de film zogezegd gaan afdraaien wat daar dan gebeurd is. Maar ik heb het gevoel dat als het wordt overgenomen door China, wat volgens mij al gebeurd is, maar dat nog niet naar buiten gebracht is, dan zal dat vrij, in fases gaan. Om zo min mogelijk onrust te veroorzaken. En dan bedoel ik echt wat er publiekelijk naar buiten wordt gebracht. We zien nu al dat China het omringt en dat het dan bezig is. Het komt steeds meer naar buiten in de media. Voor mijn gevoel is dit eigenlijk al helemaal klaar. Maar wordt het nu naar buiten gebracht? Maar dat duurt nog even. Dat wordt rustig aan in etappes voorbereid hoe het naar buiten wordt gebracht. Maar uiteindelijk is het voor mijn gevoel al gebeurd. Dus het zou mij niets verbazen als Taiwan al bij China hoort of bijgevoegd is. Dat is in ieder geval mijn gevoel daarbij. Maar dat dat nu naar buiten gebracht gaat worden. Zoals met bepaalde delen van de film zijn ze eigenlijk, is het al gebeurd. Maar wordt het nu voor de media en voor het grote publiek van een heleboel mensen die hier niet mee bezig zijn en die niets vanaf weten, daarvoor wordt het nu gebruikt. En het zal mij niets verbazen als ook dit gebruikt gaat worden om, zeg maar, dat scare event wat er volgens mij nog steeds aankomt. Al zou het misschien nog wel iets geleidelijker kunnen gaan dan we denken, maar er wordt toch ergens naartoe gewerkt en dan kunnen ze dit dan mooi gebruiken. Dat alles in elkaar klapt voor een of andere bedreiging. Ik heb het gevoel, zoals ik al aangegeven heb, dit is een schaakspel. Dingen worden in gang gezet. Het is het wachten op bepaalde gebeurtenissen. Dus ga niet wachten op een datum of een dag of nou, nu gebeurt het. Met Pasen zou er ook wat gebeuren. Nou, er is tot op heden nog niets gebeurd. Het is gewoon afwachten. Het gaat om gebeurtenissen. Dat is mijn gevoel ook de hele tijd. Ik wilde ook nog gaan kijken naar de komende week. Wat is de energie van komende week? Even kijken hoor. De eerste drie kaarten zijn voor de energie. We hebben zwaarden 5. We hebben staven 5. En we hebben de paasje van pentakels. En als advies voor komende week. Matigheid. Het oordeel. En pentakels 5. Nou, we hebben weer een pittige week tegemoet. Dit is een kans, zeg maar, waarin dingen worden uitgevochten. Een grimmige sfeer zal naar voren treden. Dat we zitten nu in een hele grimmige tijd. Juist voor mensen die er niets van begrijpen en die niet weten wat er aan de hand is. Er wordt nu van alles naar buiten gebracht. Het zal nog meer grimmiger worden. We weten dat dat eraan komt. Dit is ook een kans om dingen open te gooien. Maar het zal pittig zijn de komende week. Wat er naar buiten komt, dingen die er gaan gebeuren. Grimmige sfeer, strijd, onrusten. Ik denk dat dat de nadruk zal zijn in ieder geval voor de komende week. Dus hou er ook rekening mee. Niet alles is wat het lijkt. Blijf dus heel goed bij jezelf daarin. Maar dit is een kans, dit is ook nodig om dingen te laten zien aan mensen. Om te laten zien hoe corrupt en hoe diep dat gaat. Hoe het hele systeem, zeg maar, van het duister, hoe diep dat gaat. En hoeveel strijd er eigenlijk ook is. Dat zal nu steeds meer op de voorgrond gaan komen. En voor het advies, dit is een heel mooie matigheid, het oordeel. Het zijn twee grote arcane kaarten. Dus sowieso is het advies om te helen, breng dingen in balans. Blijf ook even op een afstand. Laat je niet te veel meesleuren met wat er allemaal om ons heen gebeurt. Blijf heel krachtig bij jezelf. Kijk wat er nog geheeld mag worden. Weer hebben we die energie van gebrek. Heb je gevoel dat je gebrek aan geld hebt? Gebrek aan aandacht, liefde, begrip. Kijk wat er voor jou is, waardoor je het gevoel hebt dat je misschien nog in de kou staat. Of dat je je misschien te veel aanpast. Of juist heel rebels de hele tijd bent. Wat eigenlijk een andere kant is van het aanpassen. Het is heel belangrijk om te zien welke schaduwkanten je nog met je meedraagt. En op wat voor manieren die worden geuit. Want dat kan heel goed
Heb ik al eens uitgelegd. Ik had twee kanten. Ik kon me dus op bepaalde momenten aanpassen. Maar ik kon ook op bepaalde momenten heel rebels worden. En overal tegenaan schoppen. Maar uiteindelijk zit je dan nog steeds vast in die energie. Dat er dus niet genoeg is. Dat je dan het gevoel hebt van nou, ik krijg toch niks. Nou, laat alles dan maar barsten. Dus het is heel belangrijk dat we die energieën gaan herkennen. En dat we ook evalueren hoe ver we gekomen zijn. Hoe ver we al in dit proces zijn. En dat we gewoon mogen vertrouwen dat het uiteindelijk echt goed komt. Maar de nadruk ligt op balans, op heling zeg maar. Heling van onszelf, heling van wat er gaande is. Kijken naar onze stukken. Zeker als er dingen om ons heen gebeuren die ons nog raken, waar we misschien bang voor worden. Berichten die we lezen, die ons angst kunnen aanjagen. Kijk dan wat dat triggert bij jou. Want uiteindelijk als jij je volledig in je kracht voelt staan en volledig in balans bent, kan niets jou uit die balans halen. En we zitten allemaal in dat proces. Dus ga ook niet jezelf op je kop zitten van oh, ik ben weer angstig geworden. Zie het gewoon als een kans om dingen weer op te ruimen. Om weer te evalueren, om weer verder te komen. Dus deze week kunnen we zeker hele grote stappen zetten op spiritueel gebied, op emotioneel gebied. Op gewoon krachtig in onze kracht gaan staan. Dat betreft wordt dit een hele belangrijke week. Maar er is dus veel grimmigheid, strijd. Dus ik denk dat we dat steeds meer gaan zien, ook in de media. En ik merk ook dat er berichten in de onafhankelijke media, dat die ook wat grimmiger gaan worden. Wat op zich wel logisch is, want ja, als we hiermee. We zien het ineenvallen van de duistere verhaallijnen. En dan wordt het grimmiger. En die gaan ook van alles naar buiten brengen, ook in de onafhankelijke media. Dus kijk heel goed wat je leest ook, maar ook wat raakt je. Dan is het aan jou om daarmee om te gaan en niet daarmee meegesleept te worden met allerlei berichten. Oh, dan zouden ze wel wat in het water gaan doen. Oh, dan zouden ze dit met onze voedsel gaan doen. Blijf heel goed bij jezelf. Realiseer je dat je vele malen krachtiger bent dan je denkt. En ik heb dit al eerder aangegeven. Als ze dat soort dingen van plan waren, hadden ze dat al lang al gedaan. Dus ga ook wat meer vertrouwen hebben op wat er gaande is. Maar dat is aan ieder van ons om dat natuurlijk zelf te bepalen. Focus je op jezelf, op je eigen helingsproces. Kijk welke stukken er nog geheeld mogen worden. En kijk ook even hoe ver je al bent gekomen. En hoe krachtig je al bent. Ook belangrijk om dat te zien. Ik wil het hier graag bij laten. Tot de volgende video. Dag!